Yo, beste kijkers van Marsevin, daar ben ik weer. Ik heb weer een goede video voor jullie. Eentje waar je weer geld gaat maken. Dit is pas toegevoegd door Marsevin. Je kan nu werken als courier. En ik zeg je eerlijk, boys. Dat verdient fucking goed, man. Ik denk dat het gaat sowieso gepatcht worden, man. Ik laat jullie even zien. Wacht. Sowieso. Ik ben even daar bezig met zaakjes. Maar ik ga eerst even mijn auto wassen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je moet goed zorgen voor je auto's. Dus ook altijd op tijd laten keuren. Dan voorkom je probleempjes. Ja. Perfect. Oké, wat we als eerst gaan doen, want heel veel weten niet waar je naartoe moet. Ik heb dat al gedaan, maar ik laat jullie even eerst zien waar dat is. Ja, hier bij informatiepoint. Daar ga je dan even naartoe. En met deze methode, je krijgt een paar per bezorging. Ligt aan de afstand die je gaat rijden, die je gaat krijgen van Mediamarkt, zeg maar. Dan zit echt veel geld in, man. Ik had een bezorging gekregen van... ik denk 3 kilometer of zoiets. Ik heb 30k gekregen, of ja, 32. Ik kan op mijn contanten kijken. Daar heb ik dat ontvangen. Je krijgt alles contant van Mediamarkt. Maar het is echt een zieke methode, man, om geld te verdienen. Maar heel veel weten niet hoe je voor een baan kan, zeg maar, solliciteren of wordt aangenomen. Het is gewoon heel simpel. Je rijdt gewoon hier naartoe. Ik hoop niet dat iemand mijn auto gaat pakken zo. Je komt gewoon hier naartoe. Het paarse ding. Je klikt op E. En dan kies je waar je wilt werken. Voor Mediamarkt kies je drukker. Dit is wat je moet hebben. Ik heb dat al gedaan, dus is niet meer nodig. Als je dat hebt gedaan, vervolgens rij je dan... Wacht, ik zal even eerst naar mijn auto gaan voordat iemand die gaat pakken hier. Ik heb geen zin om naar... te rennen. Oké. Waar je naartoe moet nu is ook lekker dichtbij. Hier. Dat is dus waar je gaat werken. Waar je je pakketjes en jouw auto gaat ophalen. Daar rij ik nu even heel snel naartoe. Ik hoop dat jullie ook... want ik kreeg veel reacties over de casino video. Dat jullie wel veel geld maken. Dus dat is lekker om te horen. Ik ga zo door en sommigen leggen gewoon te veel in, maar ja, dan verliezen ze. Maar ja, wat ik altijd zeg, te veel inleggen. Gewoon letterlijk, als het kan, zelfs minder dan 10%. En zoals je ziet, 1000 euro ook binnengekregen, dus ook al doe je niks, krijg je... Oh ja, het is echt chaos hier, man. Iedereen doet het nu. Wat ik wou zeggen, ook al doe je niks, krijg je gewoon 1000 euro per paar minuten. Dus je komt helemaal hier naartoe, je klikt weer op E. Enter, nogmaals enter, dan krijg je een, yes, dan krijg je een busje en kan je gaan beginnen. Wat heel belangrijk is, wat je heel goed moet onthouden, deze busjes kunnen echt snel kapot gaan. Snap je? Ze rijden ook heel snel, ze kunnen zeker de 260 aantikken. Maar dat is altijd, kijk, zoals je ziet, allemaal busjes kapot. Je ziet dat, kijk hoeveel busjes er staan. Dat is echt, zo moet je niet gaan doen, want als je dat gaat doen, dan heb je hele bezorging verpest en dan moet je opnieuw gaan beginnen. Het heeft helemaal geen zin. Dus gewoon als je op zo'n smalle wegen bent, altijd gewoon goed checken dat niemand van rechts komt of links. Deze auto is ook heel... deze auto gaat heel makkelijk om de kop, omdat die zwaar is. Dus niet heel snel met dingen bochtjes gaan nemen. Oké, als je er bent, dan ga je hier naartoe en dan klik je op E. Vervolgens stap je uit. Dan pak je jouw pakketje, dat is hier. Klik ook op E. En als je poppetje dit doet, dan heb je je pakketje binnen. Ga je achter je autootje, nogmaals E, dan heb je hem ingeladen. En nu krijg je een route waar je de pakket moet brengen. Kijk, ik heb een korte route gekregen, dus dat betekent dat ik waarschijnlijk niet veel geld ga krijgen. Maar alsnog, 600 meter, dan verwacht ik misschien 5k of zo. Dan heb je gewoon echt heel snel verdiend. Ik denk, ik ben net een minuutje of twee bezig.
Dus daar rijd ik nu even naartoe. Moet ik even rustig gaan doen. Ik probeer zo min mogelijk dingen aan te raken. Dus je moet je busje gewoon heel houden. Je moet die na de bezorging moet je die nog terug gaan rijden. En als dat niet gaat lukken, dan, dan heb ik ook wel een probleem. Ik zie daar al een collega ook rijden, dus waarschijnlijk gaat hij naar dezelfde point. Ja, precies, met is mee. Oké, okay. Je gaat gewoon terug. Loop je terug naar je auto. Pak je pakketje met E. En dan. Dan zet je hem gewoon hier neer. Heb je dat gedaan? Dan volgt de laatste stap. Breng je gewoon het busje terug. Dan krijg je weer een nieuwe. Even kijken. Ik wil u laten zien als ik een goeie krijg. Dat je echt veel geld krijgt. Hoe langer die ritjes zijn. Stel je krijgt een ritje van 4 kilometer. Of 3 kilometer of zo. Dan ga je echt veel verdienen. En met zo'n kleine zoals net, 600 meter en zo. Dan krijg je misschien net 5k of zo. Maar alsnog, dat is gewoon, ja, is gewoon veel geld voor zo'n korte periode. Hij is aan het rennen. Ik kan hem even. Ah, shit. Om een liftje weer maar wacht een beetje laat zitten. Okay, dan rij je hier naartoe. Kom je hier naar achter en dan moet je hem daar parkeren. Wow, oké, kijk, 10.000. Jullie hebben gezien, dat is gewoon niet normaal, man. Je krijgt 10.000 euro voor letterlijk 600 meter rijden. Dan kan je de hele tijd doen. Dan kan je gewoon de hele tijd doen, hier, nog een keer. Kijk, dit is wat verder, dit is wel lekkerder, dit is ietsjes verder. Dus deze ga ik nog doen en dan ga ik deze korte video even beëindigen. Ik heb het gewoon, ik wil gewoon even snel deze video maken. Voordat Marcel vindt het gaat patchen, want waarschijnlijk gaan ze dit patchen, want die verdient gewoon te veel geld. Ik zie iedereen nu, zoals je ziet, iedereen rijdt nu deze busjes, staan ook overal. Ik wil ook dat jullie dan ook gaan profiteren met dit. Dus na deze bezorging. Ga ik deze video beëindigen, maar we gaan eerst natuurlijk deze busje proberen heel te brengen, anders doen we alles voor niks. Oh nee, 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 nee. Kut, ja, het is de helft. Oké, ik moet nu echt voorzichtig gaan rijden, man. Want ik moet nog het pakketje ophalen. En dan nog het pakketje terug, of ja, en dan nog de auto terugbrengen. Maar ja, komt wel goed. Even kijken. Waar moet ik naartoe? Ik denk hier naar rechts. Yes. Oké. Precies hetzelfde. Je stapt uit. Je pakt je pakketje weer hier, met E weer. Ren je terug naar je autootje. Zet je hem erin. En dan kijken wat voor plek je krijgt. 2 kilometer. Oké, lekker, lekker. Dus waarschijnlijk gaan we hier misschien ook rond de 20.000 krijgen, denk ik. Maar ja, het belangrijkste nu is tegen niks aanknallen. Wacht. Ik ga ook even heel snel voor de zekerheid gewoon. Voor de zekerheid even repairkits halen. Het zou zonde zijn als ik. Zonde zijn als ik niet meer verder kan. Ja. Even kijken. Jullie zien ook aan mijn geld. Ik had dus dinsdag of ik had donderdag een giveaway gehad. Toen had ik nog. Had ik nog 8 mail over toen ik had afgesloten. En nu heb ik weer 27 mail, zoals je ziet. Volgens mij, die casino methode werkt. Ook heb ik een andere methode met autohandel. Die video die komt ook binnenkort. Dat is echt mijn handel, man. Daar verdien je echt veel geld. Maar ja, dan moet je wel al geld hebben voordat je het kan doen. Vandaar dat ik eerst leer hoe je geld kan maken.
Dan kan je die stap gaan doen met auto's. Autohandel, wat ik al een tijdje doe. Daar zit echt heel veel geld in. Maar dan moet je eerst wel geld hebben om dat te kunnen doen. Dus dan leer ik jullie nu even snel hoe je geld kan maken. Ik moet echt proberen zo rustig mogelijk te rijden. We zijn er bijna, dus het goed. Deze auto rijdt ook, deze vrachtwagen, vrachtbusje rijdt echt lekker. Het enige minpunt is de bochtjes. Als je de bochtjes te snel neemt, dan kipt die gelijk om. Maar ja, dat is ook gewoon realistisch. Hè. Als je een busje hebt dat vol zit met apparatuur, dan ga je ook niet de bochtjes nemen met de 100. Even kijken. Okay. Komt u daar naartoe, je loopt naar je autootje weer, je pakt je pakket. Zoals altijd, waarschijnlijk een PlayStation 5 of een 4K TV. En dan zet je hem gewoon weer waar die waypoint staat. Heb je dat gedaan, dan volgt de laatste stap. Dat is gewoon even terugrijden. Wat ik wel niet weet, is ik weet niet of je deze auto kan maken met repair kits. Dus ik zou niet het risico nemen om deze auto kapot te rijden. Dus ik weet niet of dat werkt. Dus gewoon voorzichtig rijden. Breng je op pakketje. Doe dit een paar keer achter elkaar. Ik heb een paar vrienden die dat ook doen. Die hebben, op een dag hebben ze 1,5 mil gemaakt. Op één dag. Hebben ze wel de hele dag echt gewoon dit zitten te doen. Dus ik denk een paar uurtjes alleen maar pakketjes bezorgen. Hebben ze 1,5 mil gemaakt. Dus geloof mij, als ik zeg dat hier heel veel geld in zit. We gaan deze vrachtauto even terugbrengen. En dan gaan we kijken wat we krijgen. Ik schat denk ik 20k. Deze auto. 29k. Ja, gewoon ja, 30k. Kijk jongens. Het is gewoon niet normaal. Dit is gewoon niet normaal. In ieder geval. Ik ga deze video direct uploaden voor jullie. Dan kunnen jullie gelijk aan de slag. Want ik zou niet te lang wachten. Want dit gaat sowieso gepasht worden. Het kan niet dat je 2 kilometer gaat rijden en je krijgt 30 kop. Dat is gewoon veel te veel. Dus profiteer hiervan. Like, abonneer. Binnenkort hebben we die 500 abonnees getikt, jongens. Dankjewel daarvoor. En of je alvast. En bedankt voor het kijken, jongens. Rustig aan. Ik zie jullie weer binnenkort. Allah, tjallah, stallah.